Jeanette, jullie zijn druk bezig. Ja, kerstpakketten maken, hè? Ja. Hoeveel jaar doen jullie dit al? Nou, dat was net even de vraag, maar volgens Hilly was het denk ik misschien wel 14 of 15 jaar. Het is vanuit de hervormde kerk begonnen. En langzamerhand deed steeds meer diakonieën van de andere kerken ook mee. Waar gaan deze kerstpakketten naartoe? Kerstpakketten zijn echt bedoeld voor mensen die het financieel moeilijker of minder hebben. Dus bijvoorbeeld denk aan de eenoude gezinnen of mensen die werkloos zijn of zijn geworden. Mensen met een uitkering. Dus gewoon om ze voor de kerst in iets extra's te geven. Omdat we ook aan hen denken. En niet omdat het nou zo van onszelf moet. Maar vanuit toch het idee van liefde voor elkaar. Vanuit de kerk. Omdat God ons dat daarvoor doet. Ja. Dit gaat van de gezamenlijke kerken uit? Van de diaconie van Sint Vitus. En de Graankorrel en de protestantse gemeente in Wording. Ja. Okay. Die organiseren. Maar nou hebben jullie vanmorgen hier de pakketten gemaakt. Ja. En wat gaat er nou gebeuren dan? Nu gaan we ze dichtplakken en verdelen ze per organisatie die het gaat bezorgen. En dan komen dus de mensen van de kerken gaan het bezorgen. Maar ook de mensen van bijvoorbeeld vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, de RIBW, die mensen, ook de maatschappelijke organisaties, gaan dus hun adressen aangeleverd. En die gaan ook hun pakketten weer bezorgen. En dan in Delensvaart-Balkbrug of de hele gemeente? Ja, Delensvaart-Balkbrug. En volgens mij een paar Slagharen. Ja. Maar die pakketten staan niet, maar vanmiddag is dus alles weg. Ja. Om tussen 1:30 en 2:00 mogen de mensen het opkomen halen. Maar de ervaring leert dat ze tegen de 12:00 de eerste er zijn. En dat tegen 1:30 alle pakketten weg zijn. En dan de meeste worden op zaterdagmiddag bezorgd. Maar in ieder geval voor de kerst krijgen de mensen een pakket. Ja. Mooi nieuws. Dat is hartstikke mooi. Dankbaar werk. Dat is zeker. Het is gewoon zo fijn werk om te doen. En een hele enthousiaste club van alle, zoveel vrijwilligers. Het is gewoon geweldig. Ja, maar hoeveel pakketten hebben jullie eigenlijk gemaakt? Nu hebben we er 208. Fijne kerstdag. Dankjewel. Ik wil nog een oproep plaatsen voor volgend jaar. Wij vragen ook altijd de mensen uit het dorp om spullen binnen te brengen. Vorig jaar hadden we best wel veel spullen en dit jaar waren er heel weinig artikelen. Dus iedereen die wat bij wil dragen voor de kerstpakketten, voor producten zeg maar, die mogen ze ook de zaterdagmorgen het liefst voor 10:30 brengen in de antenne. Dus dat is alvast voor 2018. Dank jullie wel. Iedereen die geholpen heeft, super bedankt.